Deze kennen we denk ik allemaal wel. Ik kreeg heel veel nieuwe babyhaartjes toen ik dit gebruikte. Deze is best mijn nieuwe persoonlijkheid. Ik vind het dus echt lekker door met een rietje en warme koffie te drinken. Zonnebril, ons kom. Hey guys, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Zoals jullie kunnen zien heb ik al een hele morning routine gehad. Ik ben net terug van het sporten. Ik heb gedoucht en me klaargemaakt. Ik weet niet wat er met mijn huid is, maar mijn huid heeft vandaag niet zo'n dag. Dus ik dacht alleen skincare, vandaag geen make-up. Zoals jullie kunnen zien ben ik weer terug uit Dubai. Ik heb echt de heerlijkste paar dagen daar gehad eigenlijk. Een week. Echt elke keer als ik daar kom is het anders. Want nu was ik dus met het vriendje van Feline en Feline. En dan doe je toch weer andere dingen. Maar ik heb het wel echt mega leuk gehad. En ik vond het ook gewoon echt heel erg leuk met Feline. Ik had niet verwacht. Nou ja, ik had wel verwacht dat het goed zou komen. Maar dat we op dit punt van ons leven zouden komen. Dat we echt samen op vakantie konden gaan. Ik heb dus dit weekend nog een beetje chill gedaan. Maar het is vandaag dinsdag. En ik ben weer helemaal terug naar mijn routine. Ik heb eventjes wat samenwerkingen ingepland. Ingehaald. Nou ja, niet ingehaald. Maar ik heb gewoon weer eventjes alles op een rijtje voor mezelf gezet. Ik heb wat shoots op de planning staan. En dit weekend is Wartse birthday weekend. Dus daar heb ik echt mega veel zin in. Toevallig heb ik net zo'n cadeautje binnen. Eén van de cadeaus. Wart is namelijk een grote fan van Kit. En ja, hij had er zelf al dingetjes van. Ik vind het ook super leuk. Ik heb er nog niks van. Maar hij had iets op zijn lijstje staan. Dus ik heb dit samen met Noortje voor hem besteld. Ik had het zelf nog niet opengemaakt. Ik hoop ook echt dat het een goede maat is. Maar het is dus een shirtje. En kijk. Wat staat er eigenlijk op? Oh, Toronto. Ja, ik vind het heel erg leuk. Ik vind het sowieso heel erg leuk voor jongens. Ik ben in ieder geval blij dat ik het binnen heb. Want ik heb het letterlijk eergisteravond besteld. En ik heb het gewoon nu al binnen. Het is echt niet normaal snel. En we hebben ook nog een paar schoenen voor hem besteld. Maar die heb ik gewoon bij Zalando besteld. En ik heb er nog niks over gehoord. Ik heb ook een hele leuke samenwerking met Vitakruid. In ieder geval, ze hebben mijn supplementen opgestuurd. Ik gebruik er zelf dus altijd al Vitakruid. Dus ik ben echt super blij dat ze mij supplementen hebben opgestuurd. Ik heb wel een test gedaan eerst op de website. Want Vitakruid heeft dus allemaal verschillende supplementen. Allemaal voor verschillende wensen, zeg maar. Dus ik heb op de website aangevinkt wat ik nodig heb, denk ik. En wat ik wil verbeteren. Bijvoorbeeld mijn slaap, mijn weerstand. Volgens mij ook mijn haar. Maar in ieder geval een paar dingetjes. Dus ik wil jullie even laten zien wat ik heb uitgekozen. Voor als je naar supplementen zoekt, naar dagelijkse supplementen, raad ik Vitakruid gewoon heel erg aan. Ik heb magnesium opgestuurd gekregen. Deze had ik zelf ook al gekocht. Ja, volgens mij is het gewoon goed om dagelijks magnesium te slikken. Dan heb ik biotine. En dit is voor huid, haar en nagels. Ik heb gehoord dus dat het heel erg goed is voor je haargroei. Dus dat kan ik wel gebruiken. Omdat ik vegetarisch ben, hebben ze me van die vegan collageen builders opgestuurd. Vitamine C draagt bij aan de vorming van collageen. Deze kennen we denk ik allemaal wel. Dit is de Sil Solutions. Voor mooi glanzend en stevig haar. Ik vind dit dus echt heel erg lekker om in de ochtend te nemen. Kijk, het is niet lekker als een lekker koffietje. Maar op een lege maag moet je dit dus nemen voordat je gaat eten en drinken. Ja, het is gewoon een lekker shotje, zeg maar. En ik heb ook echt wel het idee dat het werkt. Ik kreeg heel veel nieuwe babyhaartjes toen ik dit gebruikte. En het is natuurlijk ook helemaal viral gegaan door samenwerkingen en influencers. Ik geloof er wel in. Ik weet niet of het bij iedereen werkt, maar het is in ieder geval goed voor je haar. Nou, dan multi dag en nacht vrouw. Dit zijn multivitamine en mineralen voor vrouwen. En ja, deze heb ik ook al een keer gebruikt. Dit is multi dag vrouw. Ik heb denk ik in ieder
ieder geval aangevinkt dat ik misschien meer vrouwelijke supplementen wilde. Omdat man en vrouw natuurlijk wel gewoon andere voedingsstoffen en supplementen nodig hebben. En dan, dit weet ik niet, Super Greens. Breed spectrum aan nutriënten uit natuurlijke bron. Oh ja, ik heb aangevinkt dat ik niet heel veel groente eet, want ik vind groente zo vies. Ja, Super Greens klinkt als groen. Groente. Dus ik ben benieuwd waarvoor dit goed is. Ik heb denk ik al 80% van deze supplementen gebruikt. Dus ik ben heel erg tevreden. Het linkje staat in mijn beschrijving. En let me know als jullie de test alleen al hebben gedaan en wat het eruit is gekomen. Want ik ben heel erg benieuwd naar jullie resultaat. Hey guys, het is vandaag woensdag. Ik kom net terug van sporten. Ik ben eventjes gelijk achter de laptop gaan zitten, want ik ga mijn video van Dubai nu uploaden. Als jullie het nog niet hebben gezien, kijk nu eventjes in de beschrijving. Want ik vind het echt een van de leukste vlogs. Puur omdat ik het er zo leuk heb gehad en ik vond het ook echt mega leuk om te editen. Ik zie er echt niet uit. Oh my god, mijn huid is zo slecht en ik moet nog douchen. En zo meteen ga ik nog heel veel met Bart naar het dorp toe. Ik zoek namelijk al een tijdje van die laarzen die ze bij de Zara hebben, die helemaal viral gaan. Echt met zo'n kap eroverheen. Ik was gisteren in Haarlem bij de Zara, maar hadden ze mijn maat niet. Ze hadden maat 40 en ik heb dus blijkbaar maat 41, want Zara valt dus best wel klein. Ik denk dat ze hem ook niet hier hebben, maar ik ga gewoon voor zekerheid even kijken. En ik moet even weer een nieuw sproetenpen kopen. Dus ik ga nog heel veel mijn video verder editen en online zetten en dan eventjes naar de winkel. This is the fit. Lekker in het zwart. Ik vind het gewoon echt heerlijk om zwart te dragen. En het is grauw, koud buiten. Dus ik heb ook lekker nog thermokleding eronder aan gedaan. Nou, bed van Yves Saint Laurent. Sweater, trui van Four. Mijn tas is van Telfar. Mijn broek is een soort pantalon van Naked. En mijn UGG is echt zo lekker. En ik twijfelde eerst van oké, deze schoenen gaan mij zo lang en groot maken. Dat doen ze ook wel. Maar het voelt niet alsof ik hakken aan heb ofzo. Want het is wel even een extra dikke sol. Maar ik vind ze echt heerlijk. Trouwens, Change of Plans. We gaan naar Schiphol toe. En daar verkopen ze een bepaalde gezichtsverzorging die Bart nodig heeft. Deze bed is mijn nieuwe persoonlijkheid. Bart is hier. Nou, Bart is deze weekend jarig en dan gaan ze, gaat Bart met Noor maandag naar Marps. Nee, ze wilden niet mee. Nee, ik hoef zoveel dingen te doen. Dit is dus waarvoor we naar Schiphol zijn gegaan. Maar dit hebben ze ook bij onze dingen, apotheek. Deze is eigenlijk wel heel goed. Ik vind het alleen een beetje belachelijk duur voor skincare. Zo. Ruik ik naar mijn kaasbrood? Klopt, we hebben stinkt. Even een koffietje gehaald. Sorry jongens. En ik vind het dus echt lekker door met een rietje warme koffie te drinken. En ik niet. Wel, want dat heb ik van jou. Ja, maar alleen niet in je tong met dikke tongens. En echt heel fout, maar we hebben een kaasbroodje. Wat? Ja? Ik ben meerdere mensen. Ja, wat meer dan persoonlijkheden. Oké, ik ben nu net thuis en ik ga nu gelijk eventjes douchen. Even een lekkere everything shower. Ik heb het zo koud. Ik heb dus een pakketje ontvangen van Purvomado en ik heb hier geen samenwerking mee. Dus schrik niet voor als je weer zo'n promotie voorbij ziet komen. Maar ik had van zonnebrillen.com een 3 maanden abonnement gekregen. En ik was heel erg benieuwd naar Purvomado. Want ja, ik zie natuurlijk iedereen promoten en ze hebben mega veel lekkere geurtjes. Dus ik dacht, nou, dit wil ik ook gewoon proberen als ik gewoon 3 maanden gratis parfum kan bestellen. Ik wilde al een tijdje van, ik weet niet hoe je het precies uitspreekt, Fugachi kokos proberen. Ik weet niet meer precies hoe die heet. En het komt dus in zo'n travel case, travel flesje. Want ja, het gaat er dus om dat je het makkelijk mee kan nemen en niet een hele fles hoeft te kopen. Ik heb dus In Love with Kokos. Nou, voor de mensen die me goed kennen, ik ben echt een mega fan van kokos. Het is wel echt meer een zomergeur. Misschien bewaar ik hem voor Miami, want ik ga over een maand naar Miami. Ik moet hier wel echt van niche, maar voor de rest vond ik het wel een beetje moeilijk om parfum uit te zoeken. Want ik kende niet heel erg veel op de website. Ja, dat wil ik wel even laten zien en nu ga ik lekker douchen. Ik ben met mijn best friend. Oh, we gaan even bij Republiek zitten. Ik had echt heel erg veel zin om bij het strand te zitten, aangezien het zo lekker weer is. Zon schijnt. Hoe is het eigenlijk? Oh, het is helemaal weg. Het is echt heerlijk weer. We zijn nu al aan het maken. We zitten bij Republiek en we hebben lekker een mimosaatje. Jullie zijn aan het spelen met jullie bacon. Ik heb een heerlijke linzensoep en hun een salade. Cheers! Waarom doe je dit? Wat ga je doen? Weet ik niet. Ik ben gewoon leuk aan het doen voor mijn vlog. Het is een compilatie toch? Ja, Starship Roll. Heb je mijn vlog gezien? Vandaag? Doe bij. Ik was zo grappig. Ik was wel in slaap gevallen trouwens.
Nee. Toen ik terugreed naar huis vanaf Bloemendaal, belde mijn moeder of ik dus morgenochtend naar Dublin wil. Er moeten dus weer bootonderdelen weg worden gebracht naar Ierland. En ik ben nog nooit in Dublin geweest, dus ja, ik twijfelde niet. Maar ik was soort van een beetje aan het manifesteren dat ik weer zo'n opdrachtje zou krijgen, omdat het alweer een maandje geleden terug is. Dus ik had alweer echt zin om naar het buitenland te gaan voor zo'n opdracht, maar we wilden vanavond eigenlijk naar de stad gaan en ik had een soort van event. Dus dat laat mij dan altijd heel erg twijfelen, maar ik heb altijd van ja, werk gaat ook wel altijd voor. Toen kwam ik thuis en toen waren de vluchten eigenlijk al erg omhoog gegaan en de enige optie was dan eigenlijk dat ik daar zou blijven slapen. Nou, voor de mensen die mij wat langer volgen, die hebben vast wel doorgehad dat ik geen fan ben van alleen slapen in hotels. Eigenlijk doe ik dat ook gewoon liever niet. Zelf dus niet als ik ervoor betaald krijg. Dus Noortje en Wordt zij dan voor de grap van oké, laten we meegaan. Dus ik zei ja, meestal is het last minute vliegen altijd super duur. Dat is altijd zo. En toen ging ik kijken en toen viel het echt best wel mee. Bart is dit weekend ook jarig, dus we hadden wel gewoon zin om dit weekend een birthday weekend te hebben voor hem. Dus we dachten, oké, laten we gewoon een dagje naar Dublin gaan. Ik moet eigenlijk alleen wachten totdat het pakket op wordt gehaald van de airport en dan wordt het door die persoon zelf naar de haven gebracht. En voor de rest kan ik gewoon de hele dag mijn eigen ding doen, dan blijf ik daar slapen met hun. En de volgende dag vliegen we alweer terug naar huis en vieren we in de avond Bart's verjaardag. Ja, echt heel spontaan, maar ik heb er wel echt mega veel zin in. Dus we vliegen morgen om 7:30 ochtends. We moeten 5 uur weg. We moeten nog naar kantoor om de bootonderdelen op te halen en dan gaan we naar de airport. Ik ben naar de Douglas geweest, want ik ben mijn lipliner kwijtgeraakt in Dubai. Cork is de beste lipliner ooit. Verlien droeg deze hele tijd. Zij zei, ja, je moet een andere lipliner dragen. Dus ben ik die van haar gaan dragen. Nou, zij is hem helaas ook kwijtgeraakt, maar oh my god. De beste lipliner en mooiste lipliner ooit. Ik moet er even een AirTag aan gaan hangen, want dit wil ik gewoon niet kwijtraken. 30 euro. Ik ga nu echt douchen en mijn koffer inpakken. Hey jongens, we zijn bij de McDonald's. Dat is echt wat we gaan doen. Ja, gisteren. Oh. Vind je het spannend? Ja. Ik heb een McMuffin zonder bacon. Ik wilde weer naar de Joe & The Juice, maar die was dicht. Ja, oké. Okay. Welk nummer heb jij? Ik heb 39. 38 is nu. Kun je mij bewerken als je dit gaat uploaden? Hey, jij kan ook hier tegenover zitten. Ja, we kunnen tegen elkaar praten. Ja, super leuk. Hey, ik ga alvast eten. Oh god, zoals ik het zie. Heb je wel jam gepakt? Okay. Ik heb een voor jam voor haar. Oh, dit vind ik echt lekker. Wat vind jij ervan? Het is divers. Divers, jongens. Ik wil misschien bacon erop zitten. We zijn aangekomen in het hotel. Dat doe niet zo. En onze kamer is klaar. We gaan eerst heel eventjes naar de bakkerij, want we hebben honger. En dan gaan we daar nog even lekker slapen. Het is gewoon hier het hotel. Hoor. Hier het hotel. We zijn bij een bakkertje. We hebben gewoon een wrap. We hebben niet een broodje, maar we hebben alle drie hetzelfde. Een avocado wrap. En het wordt het moment van de waarheid. Ik heb trouwens ook een ijskoffertje. Ik ook. Lekker. Zoals je kunt zien, we hebben ons even opgefrist. Het voelt ook echt alsof we een winterslaap hebben gedaan. Maar we gaan nu naar de Ivy toe. En dat is een lunchplekje. En die hebben ze dus ook in Londen. En daar was ik dus vorige keer met mijn moeder en mijn zusjes toen ik in Londen was. En het was zo leuk. Dus we gaan er nu ook naartoe. En ze hebben heerlijke lunch dingetjes. Dus we wachten nu even op de Uber. En dan gaan we naar de Ivy. En daar in de buurt zijn ook allemaal leuke winkeltjes. Dus ik heb eigenlijk gewoon precies hetzelfde aangedaan. Alleen ik heb gedoucht en skincare en make-up opnieuw gedaan. Ja, het is best wel koud. Ik heb alleen noorderschoenen aan, als iets wat anders is. Coole bril. Waar hebben die gekocht? Zonnebril.com. We zijn bij de Ivy. Een beetje slecht licht hier. Ik ben helemaal vergeten om de kamer te laten zien. Maar het is echt heel cute. Het lijkt wel een beetje hetzelfde als in Londen. Ze hebben alleen geen pancakes en zo. Maar zoete dingetjes. Alleen een beetje avondeten. Maar we hebben allemaal dingetjes besteld om te sharen. We hebben allemaal even een drankje. Bart en ik hebben een mimosa. Nora heeft een Bellini. Waarom is mijn camera niet scherp? Even die focus. Ja, oh nu ja. Ja, en daarachter heb je een hele leuke bar. Wie
Ik ben zo happy dat ik hier met jullie ben. We zijn even naar de Zara aan het zoeken. Want we zijn gewoon heel erg benieuwd of hij heel anders is dan in Nederland. We zijn een soort van ja, straat. Ik denk dat het Coverstraat is van Dublin. Noortje noemt het de hele tijd Dumplin. Ja, dus gaan we naar Zara en dan kijken wat ze nog meer hebben hier. We komen vast wel nog meer winkeltjes tegen. Hoe vond je het shoppen? 10 out of 10. Noor en ik hebben echt super veel geshopt en we zijn ook echt 1,5 uur naar Zara geweest. Yes. Ja, echt niet heel veel. We hebben wel leuk. We gaan het thuis laten zien. Dus we moeten door. We zijn bij Krispy Kreme. Ik heb dit nog nooit gegeten. En we hebben zo'n donut gehaald. Oké dan. Lekker Noor. We hadden dit als tip van iemand gekregen, Arnold. Het blijkt dus een grote winkel te zijn met allemaal verschillende merken. Een beetje als Bijenkorf en Selfridges. Maar ook misschien wel wat leuke merkjes. Dus we gaan even kijken. Ze hebben dus wel represent. Echt heel erg leuk. Het is ook helemaal in volgens mij dat je die printjes op die trui zo hebt. Ik vind het wel heel leuk. En ze hebben ook hele leuke shirtjes. Het is volgens mij voor mannen, maar I think it's cute for women as well. Leuk hè? We liepen de winkel uit en toen dacht ik, oh my god, La Roche-Posay heeft zo'n almond coconut parfum, body lotion en ze hadden het in een sale. Toen dacht ik, het is normaal gesproken zo duur, ik ga het nu gewoon kopen. Dus die hebben we gekocht, maar nu lopen we naar een andere Arnold's, want daar hebben ze dus wat meer designer dingetjes. En wordt heeft nog niks gekocht, dus die wil waarschijnlijk daar iets kopen. Dat hopen we, want het is een kwartier lopen. Het is al best wel laat, maar we lopen nog eventjes door naar allemaal leuke straatjes. Je ziet er ook wel echt heel leuk uit. Je ziet echt dat alle soort van kroegjes nu open gaan. Nou, we hebben op de herenafdeling iets meer gevonden. Ik heb dit van Root gevonden. Hij is wel echt een beetje klein. Deze ook van Root. Dus we gaan het even passen. Ja, oké. Deze fit is trouwens wel een beetje raar. Kijk, het is wijd. Ja, maar misschien moet je van deze maatje kleiner. Ik vind het wel leuk hoor. Ik heb gewoon wel zin om harder te gaan praten eigenlijk. Gewoon. Zullen we gewoon de stap zetten? We gaan gewoon die stap nu maken. Ik kom hier aan en ik ben helemaal... We zitten in het restaurant bij het hotel. We zouden eerst uit eten gaan. Maar dat gingen we toch niet doen. We hebben amaretto salad. Proost. We gaan hier eten. Samen. Ik heb ook zo'n trui. Hey. We hebben eventjes wat eten besteld om te delen. Snacks. Een pastaatje, een side salad. Voor hun wat kippetjes. Lekker. Hoe heet het? We zijn weer in de kamer. En Bart... Weet het? Ja! Weet wie wat waar? Ik vind het echt misselijk. Maar vanmiddag... bij Krispy Kreme en Bart had daar, nee we hadden er allemaal een donut gegeten en nu heeft hij een heel dozijn besteld. Yeah. Waarom? We zijn hier nog maar 6 uur. Nee, we zijn hier nog? 12 uur. Nee, we zijn hier nog 12 uur en dan moeten ze met 12 uur gekant worden. 1 donut per uur. Ja. 1 donut per uur. Dat is zo logisch, toch? Good morning, guys. Ik heb weer een niesaanval gehad, waardoor ik er zo puffy uitzie. Dat is niet de reden, hoor. Wat dan? Dat je gewoon dik bent. We hebben net even ontbeten. En wat zit jij daar zo? Kan je me niet filmen? Ik heb het hotelkamer nog niet eens laten zien. Jouw Nederlands is echt niet op. Nou en? Ik heb het hotelkamer nog niet laten zien. Dit is de badkamer. Ik ben niet meer vertrouwd. Hoezo? Je gewoon echt koud, dom bent. Ja, echt super mooi in de kamer zo. En we nemen de donuts mee, jongens. Ja, hoe dan? Dit is gewoon echt zonde. Oh my god. Hoeveel heb je daarvoor betaald? 50 euro. Nee. Wel! Nee! Dan donuts minimaal 3 euro. Kan jij gewoon een staart in doen? De KL 643 will depart at 20 past. Smash. We will arrive nicely on time. Early actually. We zijn aangekomen op Schiphol. Goeie. En wachten nu op onze taxi. Kan je niet zo over mij aan? Nee, we gaan vanavond even gezellig uit eten voor Bart's verjaardag bij Fikissimo. Daar gaan we naar Provo. Cutter by W.
proost, hè? Jij mist een slokje. Dit had ik. Het is vandaag zondag en gisteren hebben we lekker voor Bartje verjaardag bij Verkissie mogen eten. Zijn we daar nog naar W gegaan en vandaag is Bart dus echt jarig en gaan we lunchen. Hier is Bart. dat heb ik op camera. En we gaan nu bij George VPA even lunchen. Het is echt ons favoriete plekje. We zijn ook echt totaal niet origineel met nieuwe plekjes. Maar het is gewoon even lekker om daar op de zondag te zitten. En ik heb helemaal vlinder outfit aan. We zitten bij George. En ik heb een sandwich, maar vegetarisch. En hun hebben wat dingetjes om te delen. Weet hoeveel het kost. Oh ja. Hij ziet er wel groot uit op zich. Voetbal? Je weet al wat het is hoor. Haha. Wat zou het nou zijn? Ik hoop echt dat je ze past, want dan kan je ze meenemen.